allemaal. Namens leden, dirigenten, wil ik u allemaal heel hartelijk welkom heten op deze avond. In het teken staat van PB Serious Request. Uiteraard kan er dan geen glazen huisje ontbreken. Heel veel glas. En uiteraard kunnen er geen DJ's zonder die alles aan elkaar praten. Met uw verzoeknummers die u ingediend heeft. DJ Chantal en onze eigen DJ Mark. En onze DJ Mark is speciaal op gekleed. U kunt het niet helemaal zien, maar hou ze maar omhoog. Onze mooie gouden schoentjes. Dus ik wens jullie heel veel plezier met de presentatie. Dankjewel. Succes. En jullie allemaal heel veel plezier met onze muzikale avond. Laten we het doen, Moment van Morricone. Ken je het? Als ik het hoor, dat is heel vaak. Dan ga je het zeker herkennen. Het gaat over het Wilde Westen filmmuziek. Dus in ieder geval heel erg leuk om dat te luisteren. Uitdagend voor het orkest ook om te spelen. En er is iemand in de zaal die heeft hem aangevraagd, omdat ze hem zelf ooit heeft gespeeld. Nou, dat is wel leuk. Ik weet niet wie het is, maar dat merken we dan straks vanzelf. Ja. Degene die het had, klapt, die zal het zijn. Dat denk ik. En wat wel heel leuk is om te vertellen, de fanfare heeft een nieuwe dirigent. Wist je dat? Oh nee, nou vertel. Richard heet hij. Ik heb ook gehoord, als hij zo meteen opkomt lopen, dan gaat de zaal heel hard kloppen. Ja? En dan gaat het orkest staan. Oh. Moet je opletten. De fanfare, onder leiding van Richard Diekman. Thank you.
Volgens mij staat ze al klaar. Ik zie er, als je door het ruitje hier kijkt, dan zie je er al staan. Ja, goed dat we even de ramen gelapt hebben net, hoor. Ja, dat is echt top. Dat is onze eigen Charissa. En die gaat zingen. En de fanfare gaat haar volgens mij op een hele mooie manier begeleiden. Halleluja. Ik zeg, ga je gang. Beter. Halleluja! Ja, wauw zeg. Dat ze, weet je, ik bedoel, natuurlijk, wij staan hier ook, maar ik doe het er niet na dit hoor. Nee, we hebben het geprobeerd, maar gelukkig stond de microfoon dicht. Dat was heel fijn. Ja, precies. Maar goed ook hoor. Zie je wat er volgend huis gebeurt? Er komen ineens nog meer bij. Nog meer? Ik dacht ook al, waarom staan die al die instrumenten daar? Maar dat is het. Je verwacht het niet hè?
Nee. Ja, misschien had het publiek het in de zaal wel verwacht, maar er komt ineens een heleboel bij. En volgens mij gaan ze iets doen wat Santorini heeft. En wie zijn dat dan? Wie dit zijn? Ja? Het schijnt de slagwerkgroep te zijn, de Melletbed van Prins Bernhard. Er staat iemand voor heel strak in het pak, heb je hem gezien al? Je kunt hem hier net zien in het donker, hè? Ja, ik zag hem net wel even lopen, maar... Hey, Robert Houtkamp, wist je dat? En als je die naam zegt, dan gaan ze ook heel hard klappen. Ja? Wist je dat? Robert Houtkamp! Thank you.